Dag Annelies, de levensverwachting stijgt en dan gebeurt het wel eens wanneer ouders hun kinderen een schenking willen geven, dat die kinderen dat geld eigenlijk niet meer nodig hebben, terwijl de kleinkinderen wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken omdat ze bijvoorbeeld een huis willen kopen. Ja, hoe passen we daar een mouw aan? Annelies van Gronsveld, jij bent expert estateplanning bij de Grof Peterkam, jij weet daar alles over. Over welke mogelijkheden beschikken grootouders eigenlijk om de kleinkinderen te begunstigen? Ja, eerst en vooral als grootouders inderdaad niets ondernemen. Als ze overlijden, wordt hun nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. Hebben we bijvoorbeeld iemand die weduwe of weduwnaar is en die overlijdt, dan zullen de kinderen de volledige erfenis in handen krijgen en er gaat niets naar de kleinkinderen. Wat kunnen grootouders dan doen om dat te vermijden, om toch iets aan hun kleinkinderen na te laten? Dan kunnen ze ofwel een testament schrijven, ofwel kunnen ze tijdens hun leven al een deel van het vermogen aan de kleinkinderen schenken. Er zijn dus twee mogelijkheden, Annelies. Laten we eerst eens kijken naar het testament. Wat zijn de aandachtspunten daarbij? Ja, een testament schrijf je als grootouder tijdens je leven. En daarin kan je bepalingen opnemen waardoor een deel van je vermogen rechtstreeks aan je kleinkinderen toekomen als je overlijdt. Dus zolang je als grootouder leeft, behoud je je vermogen op eigen naam. Het is pas bij overlijden dat de kleinkinderen dat aandeel van uw vermogen zullen krijgen. Als de grootouders dan effectief testamentair een deel aan de kleinkinderen nalaten, heeft dat een impact op de erfenisrechten? Ja, en wel op twee manieren. De eerste manier is die generatiesprong zelf. De grootouders slaan een generatie over, ze geven rechtstreeks iets aan de kleinkinderen. En daardoor vermijden ze dat dezelfde goederen twee keer aan successierechten onderworpen worden. Een eerste keer als de kinderen erven van de grootouders en de tweede keer als de kleinkinderen erven van hun ouders. Maar het tweede aandachtspunt is dat de kleinkinderen dezelfde tarieven in successierechten genieten als kinderen. En als je dan weet dat elke erfgenaam een afzonderlijke berekening krijgt van successierechten en elke erfgenaam begint aan de laagste tarieven van de successierechten, dan kan je wel uitrekenen dat er in totaliteit minder successierechten verschuldigd zijn als er meer erfgenamen iets krijgen. Laat ons het dan eens hebben over een schenking. Hoe wordt dat dan best geregeld? Ja, zo'n schenking kan via notaris of zonder tussenkomst van de notaris. Dat hangt af van de type goederen die geschonken worden en de voorwaarden die je aan de schenking wil verbinden. Maar een schenking is een definitieve overdracht van vermogen tijdens het leven van de grootouders. Dus de kleinkinderen krijgen al iets terwijl je nog leeft. Bij een schenking wil je natuurlijk dat de kinderen ook gelijk behandeld worden. Maar hoe gaat dat dan als het ene kind bijvoorbeeld maar één kleinkind heeft en in het andere gezin zijn er twee kleinkinderen? Ja, daar kan een mouw aangepast worden en men zou ook in een andere situatie kunnen denken. Het ene kind is al klaar om zelf een vermogensplanning uit te werken, maar het andere kind staat nog niet zo ver in het leven en wil het aandeel van de erfenis of de schenking van de grootouders wel zelf ontvangen. Daar kan een speciale clausule voor in de schenking verwerkt worden en die clausule die noemt inbreng te behoeven van een derde. Wat betekent dat dan concreet? Die clausule zorgt er eigenlijk voor dat men bij het overlijden van de ouders, als men gaat vergelijken wat de kinderen gekregen hebben, gaat doen alsof dat die schenking niet aan de kleinkinderen gedaan is, maar aan de kinderen. Dus op het niveau van de kinderen blijft de gelijkheid behouden, ongeacht hoeveel kleinkinderen ze hebben of ongeacht het feit dat het ene kind de schenking heeft laten doen aan de kleinkinderen en dat het andere kind de schenking zelf gekregen heeft. Kunnen grootouders eigenlijk hun volledige vermogen doorgeven aan de kleinkinderen? Daar moeten we wel op letten. Kinderen hebben een wettelijke reserve. Dat is eigenlijk het minimum aandeel dat ze moeten krijgen in de nalatenschap van de grootouders. Krijgen ze dat niet, dan kunnen ze daar actie tegen ondernemen. Laatste vraagje, Annelies. Stel dat de grootouders overlijden en er is niks geregeld. Kunnen de kinderen dan alsnog vermogen doorgeven aan de kleinkinderen? Dat kan. Afhankelijk van het gewest waarin je woont, zal dat ook successierechten besparen. In elk gewest is het mogelijk om de nalatenschap van je ouders te verwerpen. Dat wil zeggen dat je die niet aanvaardt, maar de nalatenschap rechtstreeks aan je eigen kinderen laat doorgaan. In Vlaanderen en Brussel heeft dat ook fiscaal voordeel. Daar gaan we de successierechten berekenen per kleinkind. Zijn er dus meer kleinkinderen dan er kinderen zijn, dan levert dat in totaliteit minder successierechten op die je moet betalen op de erfenis van de grootouders. Wallonië kent dat systeem nog niet. Je kan wel verwerpen, maar de successierechten worden berekend alsof dat niet gebeurd is. En die worden dus berekend alsof er maar één erfgenaam is. In Vlaanderen is er ook sprake van de zogenaamde doorgeefschenking. Wat houdt dat dan precies in? Ja, specifiek voor Vlaanderen is het mogelijk om de nalatenschap van je ouders wel te aanvaarden en binnen het jaar te beslissen om een deel daarvan door te schenken aan je eigen kinderen.
Die moeten dan geen schenkingsrechten betalen op die schenking ten belope van de successierechten die betaald zijn op de erfenis van de grootouder die overleden is. Annelies van Gronsveld, bedankt voor de toelichting. En meer informatie vindt u op onze blog.